Dus ik kom in de verte rustig aangelopen. Plotseling zie ik een MP naar me kijken. Hallo. Jij daar. Jij met die rode pet. Kom hier, man. Hier, kom maar, man. Ja, meneer. U heeft geslikt. Is niet waar. Meneer, u liegt, u heeft bolletjes geslikt. Ik heb een krentenbol gegeten. Meneer, als u blijft liegen, gaat u voor ons moeten poepen. Ik poep voor niemand. Toen trok hij je handschoen aan. Als je nu wil poepen, kom het halen. Maar waar moet ik poepen dan? Ze hebben emmer voor me gezet, ik ben gaan zitten. 2 militairen achter me. Lukt het? Niet echt van harte zo, nee. Niet echt, nee. Moet u helpen? Met een kopje koffie, een stukje chocola, klisma. Misschien een beetje privacy. Misschien als hij zich omkeert gaat het makkelijker. Wel, ze keerde zich om. En die hele Surinaamse rijsttafel kwam in 1 keer naar buiten. Wel, ze hebben het geweten hoor. Staanderij veranderde in stronterij. Die naam mijn hender laat me wel zien. Ze gaan het zeggen nog lang heug in Suriname. Zeg het idioot daar zo. Ik zoek mijn stand. Ja, zoveel geld aan zulke kleine kutstoelen, ze moeten zich schamen. Ja, sorry hoor, ik moet me even aanpassen. Ja, pardon. Ja, ik heb wat meer ruimte nodig, sorry. Meneer, haalt u uw gezicht uit mijn voeten, dank u wel. Ja, ik ben er bijna, ogenblikje. Ja, ik zit goed, dank u. Kijk eens Nederland. Ja, kijk al die vierkantjes, is Nederland. Nederland. Holland. Met je prachtig poldermodel. De kleurigheid van al je tulpen. De zildheid van je goudse kaas. Mystiek van je Delfts blauw. En het mysterie van de wallen.
En meer dan 25.000 geregistreerde gevallen van AIDS op nog geen 8 uren vliegen van Suriname. AIDS is dichterbij dan je denkt. Schiphol is mooi. En Schiphol is groot. Kijk, zoveel pleins. In Suriname krijgen we een heel jaar niet zoveel op zanderij. En kijk, ze hebben overal vloerbedekking. Je kan er ook dansen. En wat is dat? Kijk, is een platte roltrap. Kom, kom. Wacht nu. Nee, Schiphol is geweldig. Echt, Schiphol is fantastisch. Wat ze ons niet hebben gezegd, is dat jullie hier ook honden hebben. En volgens mij geven ze die beesten niet te vreten. En wij Surinamers reizen altijd met veel eten. Want je moet altijd wel garnalen voor de ene opmerenge of rotis voor een andere tand of pom voor weet ik veel wie. Dus zodra die deuren van het vliegtuig opengaan, komen al die geuren van al die kruiden naar buiten. En die honden worden helemaal gek. Dus ik kom rustig aangelopen. Ik weet niet als het aan die rijsttafel van me lag. Plus zie ik in de verte een hond op me afkomen. Ik dacht, huf, 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 kom. Kom, kom. Dus ik kwam in die huis en kom hier. Hij doet het nooit meer. Wat is dat, verdorie? Hoe bedoelt u? Wat deed je met die hond? Ik heb hem geschopt, dat heb je niet gezien. Ja, maar dat doen we hier niet, dat doen we hier niet. Ik zei, oh, jullie doen dat hier niet. Wel, luister nog. In Suriname hebben we één ding geleerd. Als een hond op je komt afgerend, komt hij niet om te spelen. Hij komt om te beteren, dus je moet hem trappen voor hij die kans krijgt. Ja, maar dat doen we hier niet, dat doen we hier niet. Ik zeg wel, sorry. Ik wist dat jullie zo met jullie honden hier omgingen. Is niet zomaar eens een hond, een hond. Nou, meekomen jij, verdorie. Dus ik door heel Schiphol. Die mensen moesten denken dat ik asiel had aangevraagd of zo.